We zijn hier bij het Prinsenhof in Delft en bij de filmset Een Echte Vermeer met al andere de hoofdrol Jeroen Spitzenberger. En we gaan daar op de set kijken. Background action! In het buitenland werd hij tijdens die rechtszaak die hem heel populair heeft gemaakt, Han van Meegen, werd hij ook genoemd de man who swindled Keuring. En wat wij tot nu toe, want wij zijn nu al op de 32e dag, draaidag, we zijn bijna bij het einde. En ja, wij, alles wat we tot nu toe gezien hebben is echt fantastisch, ziet er goed uit. En hij schilderde meer ouderwets. En hij maakte het ook zo, met alle technieken, dat het ook oude verf, een oud frame was, een oud canvas, waardoor het eigenlijk niet te controleren viel dat het schilderij vals was. 557, Lize Verheyen hier tegenover mij. Nou Lize, leuk dat je hier bent in Delft. Je was er nog nooit geweest, hè? Hoe vind je het hier in Delft? Ja, ik heb dus nog niet zo heel veel van de stad gezien, omdat ik hier deze ochtend heel vroeg ben aangekomen. Dus morgen terug, ik moet de hele dag draaien. Dus uiteindelijk kan ik weinig van de stad zien, maar ik hoop morgen een beetje te kunnen bezoeken. Ja. Hey, wat is jouw rol in deze film? Ik speel Jolanka Lakatos, dus een actrice met een Hongaarse achtergrond. Hoe heb je je verdiept in deze film? Ja, ik kreeg de rol behoorlijk laat. Echt zo vlak voor de opnames begonnen. Dus 2 weken ervoor. Dus uiteindelijk, ik heb mij in het script kunnen verdiepen, maar niet echt in de geschiedenis. Heb ik tussendoor wel gedaan. Maar we maken een fictiefilm, we maken geen documentaire. Dus op zich was dat niet echt een probleem. Nee. Heb jij thuis ook schilderijen thuis? Of niet? Ja, en ik echte? Geen echte Vermeer, dan nog net niet. Maar je schildert zelf ook? Ja, ik schilder zelf ook wel heel graag. Dus dat is wel tof. Ja. Kunnen we hier een expositie verwachten binnenkort in Nederland of in België? Ja hoor, zeker. Nee. Het is als hobby. Dan moet ik extra mijn best doen. Dat spelen. Ik ga even een pushcard. Ik ga even spelen. Nou, we gaan. Oh, Theo.